Oké. Dancehall is niet voor de week. Het is niet voor de week! Hola guapas! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van itsesmee.com. Ik hoop dat je me kan horen. Ik ben Esmee en vandaag, eigenlijk dit weekend, neem ik jullie mee naar een paar leuke evenementen. Het is nu donderdag en ik ga naar een concert van Temetan samen met mijn vriendinnetje. Hey! Ah! En we hebben echt het hele centrum doorgereden. Of nee, heel centrum. In ieder geval een heel stukje rondgereden om een parkeerplaats te vinden. Dus we hopen dat het nog niet begonnen is. Maar waar ik wel van heb genoten is al deze mooie kerstversiering. Want ja, ik kom natuurlijk nooit meer ergens. Dus ik neem jullie mee samen met Deusa naar Temetan. Ik ben echt super fan van Temetan, maar weet je wat zij zegt? Wat zei je nou? Dat hij wel conditioner moet gaan gebruiken. Zo, haar is Dr. Dre. En wat zei je daarna? Niet zo huilen als we zouden komen. Ja. Het eerste wat ze zei, we stonden in de rij om een foto te maken. Zei ze, ja, maar die haren, die kunnen echt niet. Nee, maar echt. Oh, dat. Ja, maar ik zei, je bent nu wel echt de sister aan het uithangen dat je daarover begint. Maar nu zegt ze, ja, hij moet echt wel leave in. Leave in, het is wel een beetje droog. Het is mooi, maar droog. Leave in conditioner, man. No black people can live without it. Hè? Dat is waar. True. Black lives matter. True that. Heeft black hair. Hij heeft wel talent. Ja, je kan echt goed zingen. Super. Dus dat. Echt love. Maar conditioner, man. Black hair matters. Oké, ik ben nu met een van mijn favoriete straten van Amsterdam. De Haarlemmerstraat. En ik ben hier. Ik ben nooit meer in het centrum. Ik vind het echt veel te druk. Dat zeg ik ook altijd. Maar goed. Als ik er ben, dan geniet ik er wel echt van. En ik ga nu vis halen, bakkeljauw, alvast voor kerst. Omdat ik moqueca de peixe ga maken. Echt een super lekker Braziliaans gerecht. En daarvoor heb ik bakkeljauw nodig. Maar niet die droge bakkeljauw die je gewoon bij de toko haalt. Maar echt de bakkeljauw moten. En die verkopen ze bij Casa Bocage. Dus ga ik eventjes daarheen. En daarna gaan we eventjes lekker een kopje koffie drinken bij Tramezzini als het er nog zit. Thank you.
Ik ben onderweg naar een brunch van Creative Woman Collective met Girls That Crop. Ik vind het heel spannend, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo iemand die dan makkelijk met mensen praat die ze niet kent. Al helemaal niet in groepen. Als ik alleen ben wel, maar in groepen ben ik altijd een beetje de kat uit de boom kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd en ik ga voor mijzelf nu echt buiten mijn comfortzone. Ik zit heel braaf, ik ben zo braaf. Op het plekje waar ik moet zitten. Veel dames samen, dus je hoort het veel geluid. Maar het is tot nu toe heel erg gezellig en ik ben benieuwd wat we straks, wat de ochtend gaat brengen, wat we gaan doen. Good morning, ladies. Welcome. Welcome to Becky's. We're super happy you're all here for this holiday brunch. We're going to have a lot of fun. We're going to drink red velvet lattes and we're going to eat a lot of food. We're here with Girls That Rock and Creative Women Collective, and we again combine our powers to have an amazing activity for you guys. Bon appétit! Ik zit hier nu met Aboura van Creative Women Collective. Hey. Jij bent de founder. Klopt. En ik ben heel erg benieuwd waarom je dit soort leuke evenementen organiseert. Waarom ik dit doe? Ik doe dit zodat creatieve ondernemende vrouwen kennis en netwerk over de creatieve sector kunnen vergroten. En dat doen we met verschillende evenementen. Grote evenementen, kleine evenementen, maar ook hele relaxte evenementen zoals vandaag. Een etentje. Ja, precies. Dus dat? Ik ben heel benieuwd naar wat er voor komend jaar op de planning staat. Oeh, nou, we hebben een heel programma. We gaan sowieso 3 seminars doen. We doen het 3 keer per jaar en dat is elke keer met een ander thema. In januari starten we met het thema bewustzijn, consciousness. Dus dan gaat het echt over mindfulness, sustainability en dus ook een mindful en conscious leven leiden. Daarnaast doen we elke maand een co-workdag waar je als ZZP'er met een hele groep ZZP'ers samen kan werken. Dus het gaat wel zelfstandig werken, maar je kan ook feedback vragen. En daarnaast doen we ook 2 keer per jaar de bootcamp. En dat is echt om zakelijke vaardigheden te leren. Dus vaardigheden over marketing, over belastingzaken, maar ook over strategie. Dus dat komt er nog aan in 2018. Dus eigenlijk voor elke boss lady of mompreneur, hoe je het wil noemen. Creative Woman Collective heeft echt heel veel leuke evenementen. Dit was de eerste keer voor mij dat ik erheen ging. Ja, ik hoop dat je hebt gelopen. Ja, ik vond het heel erg leuk. Nice. En als afsluiting van het weekend, op deze mooie winterse dag, ga ik naar een dancehall workshop bij het Amsterdam Dance Center. Samen met 2 andere meiden. Ik heb heel veel zin in om gewoon weer eens een keertje zelf een les te nemen in plaats van altijd les te geven. Ik hoop ook dat ik wat kleine stukjes kan filmen daar. Dus let's go. Uit de sneeuw in ieder geval. Oké. Dancehall is niet voor de week. Het is niet voor de week! Oké, zo lig ik er dus nu bij na deze dancehall workshop. Zo liggen we er allemaal bij. Uitgeput. We zijn moe, maar het was wel super leuk. We dachten we gingen meedoen met die kinderen. Viel we wel een beetje tegen. Gemiddelde leeftijd
17. Zoiets. Toch? Nee, maar we hadden wel het gemiddelde omhoog. Ja. Ja. Door ons kunnen ze zeggen dat ze alle doelgroepen hebben bereikt. Maar bedankt voor het kijken naar deze weekendvlog. Ik heb een superleuk weekend gehad. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om naar deze video te kijken. Als je het leuk vond, like de video dan eventjes. En als je nog niet ingeschreven bent op mijn kanaal, doe dat dan ook. Want dan mis je nooit meer dit soort leuke dingen. Bedankt voor het kijken. See you later. Peace.